Welkom bij een nieuwe aflevering van Los Actueel van vrijdag 11 november. Sinds de invoering van de elektrische fiets is ook de vraag gerezen of er helmen op deze fietsen verplicht moeten worden gesteld. Men ondervindt steeds meer dat de snelheid van een elektrische fiets toeneemt. Deze toename kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. Op dit moment zijn er zogenaamde speedpedelec-fietsen, dus speedfietsen, te koop. Per 1 januari worden op deze fietsen helmen verplicht. Mensen die een speedfiets berijden moeten een goedgekeurde bromfietshelm gaan dragen. Deze helm moet goedgekeurd zijn en de zogenaamde CE-normering bezitten. Een gewone fietshelm is dus niet voldoende. Op een elektrofiets die met meetrappen maximaal 25 km per uur gaat, is geen helm verplicht. Ongetwijfeld zult u zich nog herinneren dat in maart 2015 vandalen het theehuisje in brand staken. Dit was voor velen een enorme teleurstelling. Door de enorme inzet van de stichting en vrijwilligers werd een actie opgezet om de financiële middelen te verzamelen om het theehuisje terug te plaatsen en haar authentieke ontwerp te herstellen. In het weekend van 12 november wordt het theehuisje aan het publiek gepresenteerd. Opnieuw zijn in Elsloo zorgen gerezen over een plan voor een silopark. Bewoners van Elverveld zijn beducht voor horizonvervuiling, geluidshinder en meer vrachtverkeer. Volgens transporteur Limpens is deze vrees ongegrond. Guus Limpens heeft zaterdag 5 november er alles aan gedaan om de omwonenden duidelijk te maken hoe zijn plan voor de 20 meter hoge silo's eruit gaat zien. Hij deed dit onder meer met impressies die tonen dat de silo's niet vanaf de openbare weg te zien zullen zijn. De omwonenden waren door de transporteur uitgenodigd. Vandaag is in elk geval de dag om aan het publiek te laten zien hoe dat gerealiseerd gaat worden. Ook samen op de drone is ik laat de nu maar komen. Ja, want die had je de gedachte nog om op het gemeente te komen met de tekeningen. Ik laat ze dan maar in komen zijn, zo wat voor doen. En wat voor een geluid dat maakt. Nou, ik kan wel vertellen, maar met zo wil ik ook werken. Ik bedoel, waarom moet ik ruzie hebben met de lucht? Er staan allemaal opleggers, geprobeerd, dus het verkeer plaats. Dus dat is dat het werkt. Lengte van 30 centimeter. Ja, dat is zeker. Dit is over de lengte. Dit is dit hier, de akker. Ja, dit is dat akker. Ja. Dus dan komen die daar op de schaal. Ja. Dat is wel erg ook. Helemaal een kleine sprong. Om te tonen dat dit inderdaad niet te zien is, heeft de transporteur een hoogwerker van 22 meter geplaatst op de plek waar de silo's komen. Deze hoogwerker was inderdaad niet te zien. Het bestaande silopark is volgens Limpens omvangrijker dan het nieuwe silopark. Dit nieuwe park komt te liggen aan de Steindeweg, pal achter het grondtaluut dat het zich wegneemt en de geluidsbarrière dient. Het lek in het Julianekanaal bij Obbicht is na 2 maanden nog steeds niet gedicht. Rijkswaterstaat meldt dat een oplossing nog op zich laat wachten. Zo'n 5 huizen aan de Hitsweg in Obbicht hebben sinds september last van gestegen grondwater door het lekken van het kanaal. Een pomp moet ervoor zorgen dat het grondwater weer daalt met zo'n 2 centimeter per etmaal. Omdat het lek toch nog niet gedicht is, wordt er gedwijld met de kraan open. Voor het verdiepen van het kanaal bij Obbicht is de waterdichte laag tijdelijk verwijderd. De verwachting was dat het weglekkende kanaalwater zonder problemen een weg naar de Maas zou vinden. Maar omdat de bodemstructuur anders blijkt te zijn, is er dus overal overlast ontstaan. Er is een onderzoek gestart om tot een oplossing te komen. Echter kan het volgens Rijkswaterstaat nog enkele weken duren. Het erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van de omgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van de kern of dorp. Met deze slogan wil de gemeente Stein de inwoners betrekken bij het omgaan van het cultuurhistorisch erfgoed Stein. Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die iets vertellen over de geschiedenis van de gemeente, die verschillende kernen en hun inwoners. Het is dus breder dan de term monument, die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook andere landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed. Ook de historische verenigingen en amateurhistorie mogen hierbij niet ontbreken, aangezien ook zij een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van dit erfgoed, aldus de gemeente. Geïnteresseerden in het Steinse erfgoed en die willen meedenken over de toekomst in Stein, kunnen via een startbijeenkomst over dit item meepraten. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 november om 19 uur in het Archeologiemuseum aan de Hoppekampstraat. Dit was een aflevering van Los Actueel. Dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.